gaan vandaag pizza maken. Sorry voor dit snoertje, maar dat is een lampje. Die hangt hier. En het snoertje gaat daar naar het stopcontact. Anders was het een beetje te donker. Even kijken hoor, ben ik goed in beeld? Jawel, hè? We hebben geen oven. Dus we doen een panpizza. En nou maken we die van bloemkool pizza bodem. Die hebben we gekregen van Michel, van Planet Michel. Kijk maar even, ik zet de link van de video zet ik hieronder. Ik ben een auto weg. En hij heeft namelijk thuis ook een pizza gemaakt in de oven. Alleen wij maken dan een volledig plantaardige versie ervan. Dit is 37% bloemkool. En voor de rest is het tarwebloem. Dus het is niet glutenvrij. Wij eten het liefst glutenvrij, maar zo af en toe eens een keer iets met gluten. Kijken hoe dat bevalt. Volgens mij is hij warm genoeg. Moet hij, zoals ik had begrepen, eerst 4 minuutjes in de oven. En daarna zo'n 10 minuutjes weer met alles erop, hè, wat we erop doen. Dus dan ga ik dat zo eerst even pakken. Maar eerst maar eens even die 4 minuutjes. De 4 minuutjes zijn om. De pizza is dus voorgepakt. Gas uit. Dus dan gaan we nu even de boel snijden. Ik heb de ingrediënten zijn rookworst van een vegetarische slager. Plakjes, ja, je mag geen kaas zeggen, dus plakjes Wilmersburger. Maar dat zijn gewoon, dat lijkt gewoon echt plakjes kaas, die smelten nog. Champignons erbij, gewoon een witte. En herogist, dat heeft namelijk een Parmezaanse smaak of geur. Wat ik heb gezien, dus wat Michel deed, deed eerst kaas op en dan de rest. Maar het leek mij mooi en lekker om de kaas er zeg maar eroverheen te doen, over de ingrediënten. Dus, 4 plakjes de kaas, dus dan doe ik er 2 onderop. En 2 bovenop. Misschien is dat ook wel voor de, zeg maar, dat het de rookworst en de champignons beter aan de bodem blijft, aan deze bodem blijft plakken. Ik weet het niet. Nou, dus ik probeer hele dunne stukjes te snijden. Alleen deze moet je eigenlijk normaal eerst koken. Maar ik denk dat het zoveel wil. Dus dat hoop ik. Dit is een rookworst. Daar hebben ze bij de vegetarische slager, hebben ze daar volgens mij 6 of 7 jaar over gedaan. Om hem zo te krijgen. Dat hij dus zeg maar de knak heeft van de rookworst. Nou, op zich vond ik dat niet zo belangrijk. Het gaat meer om de smaak. Maar het is dus sinds oktober, volgens mij van dit jaar, dat dit op de markt is. Rookworst. Ik heb afgelopen week ook een pan vol met, of Gea heeft dat voor mij gemaakt, een pan vol snet, hè, ertessoep. Ook met de rookworst. Ik weet niet hoe lang of hoe warm zeg maar die pan moet zijn. Hè? Normaal zeggen ze zo'n 180 of 200 graden, hè, moet de oven nog zijn. Hier zit natuurlijk niet een thermometer op deze pan. Dus dat is even een gok. Zo. Dan doen we die andere
plakjes kaas er ook op. En deze kaas kun je ook kopen, zeg maar dat het gerasp is, hè? Dat je erop kunt strooien. Wat je normaal dus ook doet met pizza. Maar die hadden ze bij deze Jumbo niet. We zijn hier in Dordrecht. En hier hadden ze dat niet. Je hebt de ene plaats, zeg maar, in de stad, heb je veel meer mensen die plantaardig eten. Dus dan worden veel meer dingen aangeboden in de winkel. Maar hier in Dordrecht zullen wel mindere mensen plantaardig eten. Dus dat de meeste mensen gewoon nog dierlijke producten eten. Nou, even deze erbij op. Zo, het is lekker warm, als het maar niet te warm is. En nou 10 minuutjes. En ik heb... Het gas staat maar heel iets aan. Zie dat dus? Het is niet te warm, want anders zou die bodem natuurlijk ook nog helemaal verbranden. Gaat denk ik wel eventjes duren zo in zo'n pan. Nou, we zijn nu een kwartier onderweg. En de bodem is aardig zwart. Dus ik heb daar wat onder gelegd. Dan moet ik maar eens even kijken of ik dat straks nog kan eten. Want dit is de eerste keer. De volgende die ik maak, ga ik sowieso de rookworst voor de tijd koken. En de champignons voor de tijd bakken. Voordat ik dat erop leg. En dan leg ik wat onder in de pan. Zodat de pizzabodem niet in contact is met de bodem van de pan. Want dan krijg ik weer een zwarte. Hè? Dat is niet de bedoeling. Nou, voor mij is hij nou wel klaar. Ik begin ook echt honger te krijgen hoor. Dus dat moet nou toch wel echt gebeuren. Even zien. Hij heeft er nou wel, ik denk wel 20 minuutjes, misschien nog wel iets langer. Heeft hij erin gelegen. En kijk maar eens naar de bodem. Waar? Ik weet niet of het zo te zien is. Zie je dat? In het midden is hij een beetje zwart. Maar snij ik er gewoon een klein stukje hier aan de kant af. Oh, hij is wel crispy. En hij is natuurlijk hartstikke warm. Dat stukje wil ik er nog bij. Ik snij hem nog een keer erin. Dan koelt hij denk ik wat sneller aan. Lekker! Ja, ik vind het wel lekker. Nou, Michel, als je nou kijkt. Bedankt voor de tip.